Ja, goedemiddag. Ik ben dus Pauline Verhelst en ik ben een masterstudent taal- en letterkunde. En ja, we moesten een persoonsgebonden interview maken. En ik heb gekozen om jou te interviewen, omdat ik het interessant vind over hoe je omgaat met je ex-alcoholverslaving. En ik vraag me af hoe jij nu toepast op je opvoeding en hoe je daar eigenlijk alles combineert. Oké, interessant, hè? Ja, ik denk het wel. Dus heel erg bedankt alleszins al dat je wilt samenzitten en daarover wilt praten. Ik vind het zelf een heel boeiend onderwerp, dus ik vind het heel leuk om daar meer over te weten. Okay. Misschien is het eerst nog eens interessant om te herhalen hoe lang dat je ongeveer al sober bent. Wanneer precies ben je gestopt met drinken? Wel, binnen 2 maanden ben ik eigenlijk 9 jaar nuchter. Dus op 17 juli 2011 ben ik gestopt met drinken. Dus het is al 9 jaar, dus dat is al niet slecht, hè. Nee, dat is heel lang. En wat was precies voor jou dan, ja, om de titel van jouw boek te gebruiken, de druppel, om eigenlijk te stoppen? Ja, het is natuurlijk, ik zal het kort samenvatten, hè, maar het is eigenlijk ja, super lang dronken, van mijn 15 tot mijn 25. Veel zaken gebeurd, ruzies, problemen, soms in aanraking met politie, accidenten. Ruzie met exen, uiteraard, ja, dat bleef nooit vrienden. En dan, ja, op een bepaald moment, om mijn 25 jaar, heel zat op televisie komen op een festival. En de dag daarna toch wel een beetje beginnen nadenken over mezelf, over mijn leven, over alcohol. En toen heb ik voor mij de beste beslissing genomen om alcohol los te laten. En was op dat moment eigenlijk een moeilijke beslissing? Of? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Nu, natuurlijk, 9 jaar geleden bijna. Maar op dat moment was dat super moeilijk. Dat is gelijk dat ik aan mensen van jullie leeftijd zou zeggen, kijk, vanaf nu mogen jullie je smartphone niet meer gebruiken. Ja. Of je mag niet meer op Instagram, of je mag niet meer op Facebook. Of, weet wel, dat is iets dat mijn leven beheerst. Hè. Dat was niet dat ik 's morgens dronk of zo, maar dat was iedere avond keek ik er naar uit om mijn pintjes of mijn duvels te drinken. En ja, ik denk in de laatste 5 jaar dat. Ja, ik ben natuurlijk wel een paar keer gestopt met drinken, zo'n paar weken, een paar maanden. Mm. Maar dat ik wel 5 op de 7 avonden wel, toch wel wat alcohol consumeerde. Dus dat is je leven beïnvloedde, mijn leven beheerste en opeens moet je dat loslaten. Dat is niet zo simpel. Dat is ook een proces geweest, hè, want ik wist eigenlijk al op mijn 20 jaar dat ik een probleem had met drinken. Ik heb door mijn 25 jaar definitief losgelaten, maar in die 5 jaar is er ook heel veel gebeurd. En dat waren allemaal van die kleine aanleidingskussen om er op een dag definitief mee te kappen. En elke mens die voelt dat wel in zijn eigen leven als het iets niet goed is of zo, dat er dingen gebeuren en dat is zo aanzetten, aanleiding tot een bepaald moment van oké, nu is het echt gedaan bijvoorbeeld. Maar het is... En hoe kijk je dan terug op die periode? Dan een periode waar je spijt over hebt of eerder iets waar je iets uit hebt geleerd? Hoe kijk je nu terug naar dat verleden? Ja, sowieso is dat iets wat ik uit geleerd heb. Hè. Tussen mijn 15 en mijn 25, veel dronk, veel meemaakt. Maar ja, nu kijk ik daarop terug als een zeer interessante periode. Want in de tijd dat ik alcohol dronk, ik heb dat gedaan omdat er ergens iets niet klopte in mijn leven. En ik heb dat nooit gezien als ik daarin zat. Maar door nuchter te worden, door veel in therapie te gaan, door veel te babbelen met mensen, door een boek te lezen, psychologisch, therapeutisch, filosofisch, heb ik heb ik voor mij de oorzaak wel gevonden waarom ik alcohol dronk. En natuurlijk, in de tijd dat ik dat dronk, was ik daar wel mee bezig, maar dat was niet zo van, ja, ik moet dat hier vinden. Dat was gewoon, nou ja, ik weet dat ik 2 drink, maar ja, iedereen doet dat. En in mijn nuchter leven ben ik echt in de diepte gaan om te gaan kijken van, oké, wat was nu het probleem bij mij? En dus ik ben zeer dankbaar dat ik daar nu naar terugkijken, omdat ik wel heel veel, ik heb heel veel geleerd. En spijt, ja, ik krijg vaak die vraag, spijt van dingen. Ja, ik denk dat elke mens doet altijd zijn best. Ik heb altijd mijn best. En zelfs als ik nog dronken, als ik zei, ik ga vanavond niet drinken. Soms dronk ik nu een bak bier op. En dat is niet dat ik niet mijn best deed, maar het is gewoon, die alcohol was sterker dan mijzelf. En het was een leegte, het was een... En ik kon dat niet opvullen, ik kon dat niet aanvaarden. En daarom greep ik naar alcohol zonder dat ik dat allemaal door had. Dus ik heb daar zeker geen spijt van. En,
En je zegt dus dat je dronk omdat je eigenlijk op dat moment niet echt door had dat je problemen had. Denk je dan dat je verslaafd werd omdat je die problemen had en die wou vergeten? Of was het ook vooral een sociale verslaving en dat eerder op feestjes was? Maar het is beide, hè. Natuurlijk, als je 17 jaar bent, gaat het en iedereen drinkt. Hè. Doe mee, je bent niet bezig van ah, waarom drink ik nu? Is dat een onderliggende oorzaak? Nee, dat is gewoon nee. Aan feesten. Voor heel veel mensen, als ze alcohol leren kennen, mensen die timide zijn, verlegen. Ze beginnen alcohol te drinken, opeens kunnen ze binnen babbelen, kunnen met vrouwen binnen babbelen, of met man, hè, vrouw met man binnen babbelen. En opeens kunnen ze losser zijn, wordt grappiger, omdat je inderdaad je angst wel loslaat. En voor veel mensen is dat gewoon op dat moment iets van, hey, joh, dat is goed voor mij. Alleen natuurlijk, ik heb dat lang gedacht dat dat ook goed was. Nee. Natuurlijk, als je meer en meer begint te drinken, besefte dat je dat niet helpt. Later, zeer kort ook, later heb ik vooral beseft dat ik dronk omdat ik bepaalde dingen mist in mijn leven. En een van de zaken die ik miste was echt veiligheid. Van, bijvoorbeeld als ik mij niet goed voel, en ik zei aan mijn ouders van, ja, ik voel mij niet goed, was altijd, ja, maar heb toch alles wat je nodig hebt, en nee, papapa. En ja, maar ik voel mij soms niet goed. En dat was ook, dat had echt te maken met het feit dat ik moeilijk mijn eigen kon zijn. Als ik mijn eigen was, werd ik ook vaak afgewezen. Dus ik voelde mij niet veilig in mijn eigen familie soms. En voor mij is alcohol een middel geweest dat ik zo wat illusionaire veiligheid had. En dat ik zoiets had, ah, nu kan ik mijn eigen zijn. Zo, ah ja, zo. En eigenlijk is dat een van de hoofdoorzaken waarom ik weer dronk ben. Omdat ik bang was om mijn eigen te zijn. En alcohol hielp mij erbij, dus de aangsteeks. Maar dat hielp mij niet, hè. Dat maakt u kapot. Hè. Dat maakt echt alcohol. Dat is, je denkt dat je dat geeft, maar het geeft u dat. Hè. Dus dat is die nee. En maar natuurlijk, als je 16, 17 jaar zit, zijn daar niet mee bezig van, ah ja, ik drink omdat ik me niet goed voel. Nee, dat was ergens die behoefte aan veiligheid. Ik had dat niet, emotionele veiligheid. En voor mij was alcohol drinken een vorm van veiligheid. Of ook een vorm van begrepen worden. Soms zei ik iets aan mensen, mensen snapten mij niet. En als ik alcohol dronk, was dat, alcohol begreep mij wel. Ah, je snapte dat zo. Ja. Ik zocht eigenlijk die behoeftes dat niet vervuld waren in alcohol. En dat is eigenlijk ook hoe dat ik enorm veel mensen snap, hè, individueel. Heel veel mensen komen bij mij en die zeggen, ja, ik snap niet waarom ik drink. Echt veel mensen, ja, ik weet niet waarom ik drink, want ik heb veel in mijn leven. En dan gaan we een beetje gaan kijken van, ja, wat waren uw verwachtingen voor, wat waren uw behoeften? En dan gaan we eigenlijk gaan kijken waar dat er nog veel pijn zit. En als we die pijn kunnen oplossen door te aanvaarden, dan kun je eigenlijk ook snel je alcoholprobleem loslaten. Ik zeg dat veel mensen niet echt weten waarom ze drinken. Herinnert jij nog je eerste keer wanneer dat je een pint of een glas alcohol dronk? Ja, want je werd 15. Maar ja, ik heb af en toe pints gedronken. Gewoon als wij op restaurant gingen, bijvoorbeeld met mijn ouders. Dan dronk ik af en toe een keer een pintje. Het valt soms een beetje weg. Maar dan dronk ik gewoon af en toe een pintje in plaats van cola. En ja, mijn ouders vonden dat ergens goed, omdat ik de cola altijd onmiddellijk op dronk. Die pinten, daar deed ik lange tijd mee. En ja, dus zo ben ik af en toe pintje beginnen drinken, dan af en toe op de voetbal wat pintje beginnen drinken. Dus, maar dat gaat ook, dat slijpt in je leven. Dat is niet zo van, de eerste keer dat ik dronk, dat ik spertel zat was. Nee, dat is ook zo, ah, drink een keer en dan een keer en dan een keer wat meer. En je zit al een keer ziek, maar dat is zo, toep, toep, dat is zo geleidelijk. Hè. De meeste mensen hebben zelf niet door dat ze een alcoholprobleem hebben. In onze Belgische maatschappij, mensen hebben dat zelf niet door. Het zijn hele mensen die iedere dag iets drinken. Als je bijvoorbeeld zegt, ja, dat is niet normaal. Ah, oei, is dat niet normaal? Ah, oei, dat wist ik niet. Dus het slijpt in het leven, zeker in de lockdown, is alcohol een middel dat heel veel mensen gebruiken om een beetje de zorgen te vergeten. Er is ook geen controle niet meer. Mensen zitten thuis. Dus, ja. En hoe gaat je daar nu dan mee om? Want je zegt inderdaad, alcohol is overal. Heb je het daar soms nog moeilijk mee dat je denkt, wat zou er gebeuren als ik nu toch nog eens een pintje drink? Of heb je het soms moeilijk en moet je je echt tegenhouden om te drinken? Of? Ja, maar vandaag de dag, ik ben nu binnen 9 jaar nuchter, dat zegt mij niets niet meer. Echt, dat niet. Maar ik moet wel zeggen, de eerste 2, 3, 4 jaar heb je daar wel nog af en toe aan gedacht van, als ik een moeilijke periode had, of als ik problemen had, of ruzie met mensen, dan zo'n keer die verdoving, even een stukje van de wereld willen zijn. Hè? Ik ben al 9 jaar dat je niet meer van de wereld bent geweest. Hè? Want ik neem geen drugs. Hè? Ik neem ook zelden medicamenten of zo. Dus ik neem geen alcohol. Dus soms had ik wel zo'n keer iets van, het wordt mij te veel en ik wil een keer even vluchten. Maar ook, ik heb in mijn 9 jaar nuchter leven, heb je daarmee leren omgaan. Om op een andere manier met problemen soms om te gaan. Of om ook beter te luisteren naar mijn eigen. Of mijn grenzen soms beter aan te geven. Dus
En ook, ja, alcohol is overal, hè. Ik moet mij leren bewegen in een wereld waar alcohol aanwezig is. En bij mij is het ook zo niet van, ah, alcohol mag er niet zijn. Weet je wel, kun je stoppen met alcohol? Kun je vluchten in een sigaret? Kun je vluchten in een medicament? Kun je vluchten in je werk? Ik wil altijd de oorzaak aanpakken. En niet, bijvoorbeeld, alcohol is een gevolg van iets dat je gemist hebt in je leven. En probeer dat op te vullen. En er zijn mensen die stoppen met alcohol en ze beginnen op te vullen met eten. En ze stoppen dan, allee, niet met eten, maar... Snap je? En eigenlijk is de kunst is niet om het middel aan te pakken, maar om de oorzaak aan te pakken. En ik voel dat zo. Ik vind dat ik daar vrede mee ben bezig, maar het is eigenlijk sinds 3 jaar dat ik ergens daar zo wat rust in heb gevonden. De eerste 6 jaar was nog veel zoeken, dat. Hè. Maar sinds 3 jaar heb ik niet het gevoel dat ik nog een verslavingsgevoelig mens ben. Dus ja. En zou je nu dan zeggen, hoe staat je nu tegenover alcohol dan? Is dat iets waar je bang voor bent, iets waar je tegen bent, of gewoon iets dat je niks meer doet? Het is wel natuurlijk mijn job ergens, hè, want ik help mensen om te stoppen met drinken. Maar ik heb op zich weinig emoties of lading rond alcohol. Maar ook, mijn vrouw die drinkt niet. Ja, mijn dochter, ze is 16 maanden, die drinkt geen alcohol. Mijn ouders, die drinken geen alcohol. Mijn vrienden, vandaag de dag... Die drinken geen alcohol. Dus ik kom eigenlijk zeer weinig in aanraking met alcohol. Ja, ja. Dus ik ook, ja, natuurlijk in het begin van mijn nuchter leven ging ik nog uit, mensen dronken. Ja, dat is een ander leven, op café gaan, maar ik doe dat allemaal niet meer. Ik kom eigenlijk in een wereld waar dat alcohol bijna niet aanwezig is. Maar alcohol is prominent aanwezig, maar ik kies ervoor van, dat zijn mensen die een beetje like mij zijn en die ook niet... Allee, ik heb ook geen probleem als mensen af en toe iets drinken. Maar bij mij was het meer als je iedere dag drinkt of als je binge drinking doet iedere weekend. Ja, alleen op zich zit op een andere golflengte. En je ziet dat die mensen slecht zijn of zo, of dat ik beter ben. Maar dat is gewoon, ja, als jij super fan bent van paardrijden, ik zeg maar iets. En die man interesseert daar geen meter, ja, dan gaat hij ook niet in contact blijven. Allee, snap je wat ik wil zeggen? Als die ander ook passioneel is van paardrijden, dan kunnen we goed vaak. Maar als die ander babbel doet, voetbal, om duur gaat ook zoiets zijn, ja, dat matcht niet meer. En dat is eigenlijk ook een beetje wat er gebeurd is. Dus ja, ik heb mijn leven van vroeger een beetje losgelaten. Die alcohol, dat feesten, dat zuipen. En ja, er is ergens een nieuw leven in de plaats gekomen. Ik vind mijn leven vandaag de dag vind ik fantastisch. Hè? Met mijn vrouw, met mijn dochter, met... Mensen onder mij die ook vrij bewust en nuchter het leven gaan, dat is fantastisch. En dus je zegt, ja, jij drinkt niet, je vrouw niet, en je hebt wel bewust ongeveer een wereld gecreëerd waar niet echt alcohol is. Maar je dochtertje is nu nog maar 16 maanden. Hoe ben je van plan om die verder op te voeden in relatie met alcohol? Gaat je zorgen dat hij geen alcohol drinkt, daarmee omgaan? Kun ik geen vraag aan, want hij viel even weg. Ja, dus dat je nu vooral een wereld gecreëerd hebt waar je geen alcohol hebt. Maar ik vraag me dan af hoe dat je dat gaat behouden en hoe dat je dochter gaat opvoeden met het oog op die alcohol. Zij kan nu uiteraard nog niet drinken, het zal nog een aantal jaar zo zijn. Maar hoe gaat je daar nadien dan mee omgaan? Maar voor mij het allerbelangrijkste is info geven aan mensen. Voor mij is dat het belangrijkste. Ik krijg heel veel ouders die mij ook vragen, wat moet ik doen met mijn kinderen... Je moet ze info geven. Wat is alcohol? Wat doet alcohol met mensen? Waarom drinken mensen? Natuurlijk, de meeste mensen, met alle respect, hebben dat niet altijd zelf door. Ze doen dat wel, omdat ze dat misschien gezien hebben. Maar ik ga bijvoorbeeld mijn dochter, hypothetisch, ze is 15 jaar, ze drinkt alcohol. Ik ga er niet over oordelen, ik ga niet zeggen wat je nu doet, maar ik ga vragen, oké, waarom heb je dat gedaan? Wat voel je daarbij? Wat geeft u dat? En het gevoel dat de zaken niet goed gaan in je leven? Allee, snap je, dat is niet als ze één glas drinken, maar als voor een keer zat thuis komt of zo. Maar ik ga ze eigenlijk laten opgroeien, ook met veel info. Ik heb zelf ook verschillende boeken geschreven. En ik ga ze, hopelijk wil ze dat dan lezen, maar dat is dan een keer kan lezen. Van, wat is dat eigenlijk alcohol? Want we krijgen altijd dezelfde info. Van alcohol is leuk, alcohol hoort erbij, alcohol is sociaal, alcohol is tof, alcohol is gezellig. Maar de andere kant, dat zien wij niet. Hè? We zijn in de coronatijd, iedere dag corona. Als je iedere dag de gevolgen van alcohol ziet, mensen die een job kwijt zijn, leverfalen, mensen die scheiden, mensen die gewoon doodvallen, mensen die zelf moeten plegen, als je dat iedere dag constant op tv zou zien, tak, tak, ja, dan zouden mensen wel, hey, dat is een vorm van brainwashing ook, hè?
dan zijn mensen ook wel, wow, hey, die alcohol, ja, hey, dat zijn de gevolgen. De gevolgen van alcohol. Maar je ziet dat bijna niet op televisie. Je ziet altijd mensen gezellig, een glaasje drinken, dan. Maar ze zouden elke dag, een uur lang, alle gevolgen, tak, en mensen zijn bang worden om alcohol te drinken. En ik zeg niet dat mensen moeten bang maken, maar ik vind dat we de mensen correct moeten informeren. We zijn heel vaak, dat is alcohol. Ik heb al voor het gepleit soms, en als er mensen dat ooit zien, die mij daarbij kunnen helpen, mag altijd. Maar om bijvoorbeeld mijn boek, ik heb via het standaard uitgeverij een boek, Succesvol minder of stop met alcohol, om dat gewoon in het onderwijssysteem te laten te steken. Dat kinderen, het eerste, tweede, derde, middelbaar, dat ze dat gewoon moeten lezen, die boek. Een soort deel van het curriculum van, ah ja, dat is met alcohol, drugs, allee, dat is een verslaving. Ja, ja. En maar mensen, ik heb één keer op mijn, als ik 16 jaar was, één keer iemand gehad die een uurtje zei, alcohol is slecht. Alcohol is niet te veel, hè? Maar met mate. Oké, en doe maar. Voor met een auto te rijden, heb je rijbewijs nodig. Je moet, ik weet niet, studeren. Wat zijn de regels? Wat moet je doen? Het praktijkexamen nodig. Iemand die je heel tijd volgt. Hè? En dat is dan je rijbewijs. Maar bij alcohol, dat is gewoon, alsjeblieft, en doe maar. Maar niet te veel, hè? Oké, ik zeg, ik heb dat zo. Ik pleit soms voor een alcoholbewijs of zo. Snap je dat? Dat eerst 20 uur studeert wat de alcohol is, wat dat de gevolgen kunnen zijn, en dan een praktijk, dat je bijvoorbeeld met iemand een tijdje 10 keer op café gaat, die een beetje in de haat houdt, en die, allez, ik zeg niet maar iets, hè, maar ik ben fan van veel meer informeren, en allez, mensen mogen altijd doen wat ze willen, maar ik geef enorm veel lezingen, en ik weet dat mensen er iets aan hebben, van, ah ja, oké, het kan eigenlijk ook zo eindigen, of ah ja, misschien drink ik ook daartoe, en dat vind ik dan veel, maar veel, veel, veel te weinig gebeurt. Het is juist al een beetje momenteel met corona. We zijn 0, allez, we zijn 1% bezig met preventie. Mensen die een slechte immuniteit hebben, die gaan snel gaan dood. Het is een virus. Maar we zijn enkel bezig met, ja, we moeten vaccineren en vaccineren. Nee, we moeten eigenlijk nadenken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat een Belg een gezonde immuniteit opbouwt? En bijvoorbeeld door niet te veel alcohol te drinken. Als jij veel alcohol drinkt, dat belast je nieren, je lever. En dat duidelijk maakt naar de mens dat niet zo gezond is als dat we soms wat pijzen. En ik vind dat daar veel te weinig wordt op inzet. In het algemeen preventie. Dus ja, ik zou aan mijn dochter dus zeggen, van, lees een beetje boeken rond alcohol, rond verslaving, een beetje psychologie. Mijn vrouw en ik, we zijn ook christenen, dus wij gaan naar de protestantse kerk. Wij lezen iedere dag stukken uit een Bijbel. Onze dochter heeft zo'n Peuterbijbel. Ze is nog maar 16 maanden. Maar wij lezen daaruit voor. En dat is eigenlijk... Wij willen een opvoeding gebaseerd op goede waarden en normen. En, okay, iedereen heeft zijn mening over de Bijbel. Wij vinden dat een zeer interessant boek. En dat helpt ons leven. En snap je dat allee, wij gaan ze met bepaalde waarden en normen proberen opvoeden. En dat is belangrijk. En hoe hoop je dan eigenlijk dat ze met die info gaat omgaan? Want je zegt, je hebt daar heel veel info of je gaat daar heel veel info geven. Hoop je dat ze een verstandige relatie opbouwt met alcohol? Of hoop je toch eigenlijk dat ze niet drinkt? Goh, maar ja, maar op zich, wat is ook, dat is, wat is een verstandige relatie met alcohol? Als jij 1 keer drinkt in de week, ja, ik vind dat geen probleem. Als je 1 glas per week drinkt, ze... Maar ja, als je iedere dag een glas drinkt, ja, wat is verstandig, ja. Maar wat ik het liefst zou hebben, is als ze inderdaad zo weinig mogelijk drinkt. Maar bo, het mens niet onder controle, hè. Ik zeg, voor hetzelfde geld voor onze dochter, omdat ik alcoholcoach ben, verzet ze zich tegen mij, begint ze iedere dag te zuipen. Maar kan, hè. Maar ja, bo, we kunnen dat niet, we weten dat niet. Dus we gaan gewoon opvoeden, hè. Wij kennen enorm veel mensen die niet drinken. Die voeden hun kinderen op ook. Allee, dezelfde leeftijd een beetje. Wij zien elkaar soms. En wij hopen dat zij gewoon opgroeit op een gezonde manier. En dat ze vroeg of laat in aanraking met alcohol gaat komen. Dat is een feit. Maar ik hoop ook dat ze dan beseft van, ah ja, oké, dat kan gevaarlijk zijn. We moeten daarmee opletten. En allee, dus dat is een beetje wat ik wil bereiken. Maar zelf, zoessen een probleem met alcohol, ja, dat is... Ik doe mijn best als vader iedere dag. En mens maakt zijn eigen keuze in het leven. En ik kan niet meer doen dan wat ik doe. En ik ga ook niet bij flippen als ze bijvoorbeeld een probleem zou hebben met alcohol. Dat is jammer, maar ook, ja. Iedereen moet zijn eigen weg ook vinden. En dan nog even terug te komen ook over hoe alcohol eigenlijk vaak
geromantiseerd. En dat eigenlijk veel jongeren en ook volwassenen niet op de hoogte zijn van eigenlijk de gevolgen. Ligt die verantwoordelijkheid in het onderwijs of eerder in de media? Of hoe zie jij dat? Maar het grootste probleem rond alcohol is inderdaad is de onwetendheid rond alcohol. Hey, dat is eigenlijk het grootste probleem. En dat ligt in de media, dat ligt aan de media, dat ligt aan de ouders, dat ligt aan de grootouders. Dat ligt aan... Dat is niet zo, het is dienst en schuld. Het is gewoon... Wij zijn zo onwetend. En dat is gewoon het probleem. Kijk, ik heb... Die een challenge. Hè. Er is zo'n challenge online dat 4 mensen advoenumjes drinken. Wel, het was een kleine, ik kan de foto zien, bij dat hij 8 jaar was, heeft ook zo meegedaan. En mensen zijn dan, oh grappig, oh kijk mijn zoon en hij drinkt. Oh. Maar dat is, als ik dat zie, dat is, oh, ik vind dat verschrikkelijk. Maar ja, ik heb al regelmatig op restaurant of op terrassen geweest, dat ik echt de ouders aan een kleine van 10 jaar zo'n keer laat proeven van een wijntje of zo. Dat is bij mij, maar dat is gewoon omdat wij zo onwetend zijn. Ik heb alcohol leren drinken met mijn vader. Wij gingen samen pinten gaan zuipen. En dat was normaal. Dat was, allee, snap je? En zou het eigenlijk weten hebben, maar dat kan echt wel zwaar worden of echt gewoon. Zou het misschien anders mee omgaan zijn. En de onwetendheid ligt bij heel veel mensen trouwens ook. Bij ouders, de onwetendheid bij ouders is ook heel groot. Als bijvoorbeeld iemand wiet smoort, is het... Oh nee, mijn kleine zit aan de wiet. Oh nee, het is drugs. Oh. Maar alcohol is ook drugs, hè. Juist hetzelfde. Het is zelf nog erg. Allee, erg. Het is even slecht, ik zou het zo zeggen. Want anders denken mensen, oh, wiet is beter dan alcohol. Maar dat is niet zo. Maar als ik ooit wiet rook, ik heb er onder mijn voeten van gehad. Maar mijn vader die was iedere week wel één keer toch een beetje was zat zo. En dat was allemaal geen probleem. Dus... De manier hoe we naar alcohol kijken, de manier hoe we naar wiet kijken, dat is helemaal niet in proportie. En ik zeg het, bij alcohol ook, dat is... Jupiler ook, hè, ze brengen je alcohol aan huis. In de lockdown, je moet gewoon bestellen, mensen komen de pint voor je deur leveren. En iedereen vindt dat, fantastisch, mensen komen kleren aan de... Maar terwijl dat iets is van, dat is drugs, dat maakt mensen kapot. We zijn bezig met corona, weet hij dan in de wereld... Iedere dag sterven er 8000 mensen aan alcoholmisbruik. En dat zijn de rechtstreekse gevolgen zonder, van alcohol. Zonder zelfdoding, zonder accident met een auto. Dus 8000, iedere dag, dat is 3 miljoen per jaar aan lichaamsfalen van te veel alcohol te drinken. En dat vinden wij, we gaan nog wat verder promoten, we gaan nog wat meer mensen doen drinken. Terwijl dat, ik zei het, zo, iedere dag in het nieuws 20 minuten gaan over alcohol. En zoveel doen, en zoveel doen, en zoveel doen, en dat, en zoveel mensen. En... We zouden anders met alcohol omgaan. Allee, niet dat je daarvoor pleit, hè, maar het is zo'n beetje... Alles is een beetje... Je moet zeer nuchter en bewust kunnen kijken naar alles. Ook de cijfers dan mensen zijn, een beetje kunnen plaatsen allemaal. Hè. Bijvoorbeeld over corona, iedere dag in België, denk ik, zijn er een 300-tal mensen die sterven. Ja, als er bijvoorbeeld 100 mensen of 20 mensen nu sterven aan corona, ja, dat is ook, hè. Er zijn veel mensen die sterven in België, iedere dag. Dus we moeten ons gezond verstand goed blijven gebruiken, helder, nuchter zijn en kijken wat er gaande is. Maar met alcohol hebben we echt, hè, de onwetendheid. Dus daarom, ik heb heel dit boek geschreven. Ik had dat nu gevraagd, mag ik dat hier opnemen? Ik zet heel veel dingen online met de hoop. Dat mensen vroeg of laat een keer een video zien, en ik zeg niet dat ik alles weet, hè, maar dan ze, misschien, die alcohol is misschien toch niet zo goed. En daarom dat ik dat allemaal online zet, heel veel informatie verspreiden, omdat gewoon, er is niet veel informatie rond alcohol. En denk je dat dat iets is dat binnen 5 jaar gaat veranderen, binnen 10 jaar, of hoe denk je dat dat gaat evolueren? Maar het is sowieso nu al geëvolueerd in die 9 jaar dat ik nuchter ben. Een tournee mineraal die er toch wel eens doorgekomen. Ja. Want van het jaar wel iets rustiger rond tournee mineraal, maar er zijn dingen die er zijn doorgekomen. De Bob-campagnes die toch wel op jullie leeftijd, dat jullie volgen dat echt. Hè. Bij ons was dat zo, Bob. Oh. Dus jullie zijn een voorbeeld, autorijden en niet drinken. Jullie kunnen heel veel leren aan de volwassenen, aan de ouders en zo. Dus, maar hoe dat ik dat zie evolueren, is dat alcohol gaat blijven bestaan, sowieso. Maar ik denk wel dat er vroeg of laat
toch nog wel wat dingen gaan veranderen rond. Bijvoorbeeld in Nederland is er geen alcohol in tankstations. Heel veel mensen weten dat niet, maar eens dat de grens overgaat in Nederland, kun je geen één druppel alcohol in een tankstation. Bij ons is dat wel zo. Ik denk dat dat vroeg of laat misschien wel gaat verdwijnen. Misschien binnen 5 jaar, misschien binnen 10 jaar. Ik denk ook dat er meer op de blikjes, gelijk op de sigaretten, dat er wel vroeg of laat ook een keer gaat komen van alcohol is schadelijk. Nul tolerantie in het verkeer, misschien vroeg of laat. Dat is een discussie die ook ieder jaar plaatsvindt. Maar dat zijn zo dingen, zo, dat heeft tijd nodig. En ik zie wel dat de mensen rondom mij, mijn leven, wel bewuster met alcohol omgaan. Ja, niet allemaal, maar zo, misschien niet te veel. En hoe meer mensen dan er bewust worden, hoe meer mensen dan er nucht worden, dat verspreidt zich gelijk een druppel. Dus die valt in het water. Maar we hebben nog veel werk. En zeker tijdens de lockdown merk ik ook gewoon dat veel mensen die al een tijd gestopt waren, ook er begonnen zijn met drinken. En ja, maar alcohol is zo easy om te verkrijgen. Het komt in je frigo steken bijna. Dus ja. En dus je zegt inderdaad, de jeugd nu, inderdaad, bij ons dat er veel meer ingeburgerd van gelijk als je rijdt, dan drink je niet. Langs de andere kant zijn er ook heel veel cijfers over coma-zuipen op steeds jongere leeftijd en zo. Dus dat spreekt elkaar wel tegen. Hoe denk jij, is de jeugd beter, of ja, gaat de jeugd beter om met alcohol dan vroeger? Of hoe ziet je onze generatie nu? Oh, er zijn inderdaad een paar zaken. Eerst en vooral, met autorijden en niet drinken, daar zijn jullie echt goed in. Maar langs de andere kant, in mijn tijd, 15, 20 jaar geleden, als wij dronken, was dat ook nog meer pinten. Het was in de laatste jaren dat ik meer vodka en whisky dronk. Maar op jullie leeftijd, zei je zo, als je rond de 15, 16 jaar, zijn er al veel mensen die sterk een drank drinken. Bijvoorbeeld in onze jeugdhuis was er geen sterke drank. Nu in veel jeugdhuizen is het wel sterke drank. Dus ik denk dat wel mensen zich soms gewoon zo zich plat zuipen met de intentie om zich plat te zuipen. Maar als ik die vraag krijg, ben ik heel vaak bezig ook met de vraag waarom doen jongeren dat? Als ik kijk in mijn leven, waarom heb ik zoveel gedronken? Is omdat ik mij niet goed voel. Omdat er ergens iets niet klopte. En in plaats van het focussen, hij drinkt veel, moet je eigenlijk focussen, dus waarom drinkt hij zoveel? Snap je? En dat is iets bij, ik zeg ook vaak, jongeren, als ze zoveel drinken, is dat een signaal dat er iets niet klopt. Wij veroordelen het gedrag, terwijl we eigenlijk moeten nadenken waarom dat ze een bepaald gedrag vertonen. En ik denk inderdaad dat veel jongeren zich niet goed voelen, dat heel veel jongeren, ook heel veel ouders zijn druk bezig met werken en al, nu is dat misschien iets verkant, maar mensen missen, jongeren missen aandacht, ze worden niet begrepen. En ik denk dat er daar heel veel werk rond zit, dus om meer connectie te hebben met je kinderen en om ook te gaan kijken, wat leeft er echt in die kinderen hun leven? En niet gewoon te veroordelen. Ik lees ook dat veel jongeren stress hebben, examens, ze moeten goede examens doen. Dat is zo belangrijk, maar de emotionele kant van een jongere, dat wordt soms een beetje in de wind staan, vind ik. Ik denk dat er daarom ook veel jongeren drinken. Maar ik heb zo het gevoel dat de jongeren altijd ofwel die richting uitgaan, ofwel die richting uitgaan. Dat is zo, ofwel drinken ze veel, ofwel is zo van, dat is niet veel voor mij. Hè. Ik denk dat dat wel de minderheid is. Maar ja, oké, bon. Dus ik geef veel lezingen, ik schrijf die boek. Er zijn ook veel mensen die stopt zijn. En dat houdt toch zo. Hopelijk kan je langzaamaan met Tournee Mineral ook, met andere evenementen en op... of zaken die georganiseerd worden, dat de bewustwording verder komt. Hè. Maar ik denk wel dat we ons altijd goede vragen moeten stellen. Ik ben heel veel bezig met die behoeftes. Hè. Die behoefte, welke behoefte ligt daarachter? En zodat ik daarmee bezig ben, kan ik mensen echt ook zeer goed helpen. En heel veel mensen weten dat ook niet. Dus ik probeer ook die video's te maken. En om mensen beter te laten omgaan met zichzelf en met het leven. Hè. En dus al die boeken, inspirerende lezingen, die video's. Uw grootste doel daarmee is dus echt wel die bewustwording. Ja, bij mij. Ja. Ik laat als ik een van de druppel, deel ik die boeken uit op school. Dus dat zijn er ieder jaar tussen de 5.000 en 7.500 dat ik gewoon uitdeel. Die video's op YouTube. Ik heb 500 video's op YouTube. Dat staat allemaal gewoon gratis op YouTube ook. Gewoon omdat ik dat wil delen met mensen. En ik probeer zoveel mogelijk info online te zetten. En we zitten ook in een generatie, heel veel jongeren zoeken niet meer op Google, maar ze beginnen ook op YouTube gewoon te zoeken. Dus als ze gewoon alcohol intikken,
stop met alcohol, is de kans groot dat de video's van mij tegenkomen of zo. En hey, om ook, ja, om, ja, eigenlijk is het, eigenlijk op school, hè, hey, dat is goed bedoeld, hè, maar op school, ja, kinderen, ja, dat zijn sponsen en die worden ergens gebrainwashed in een bepaalde richting. Dat is gewoon, die krijgen al die informatie en ze nemen dat aan als waar en dat is zo. Maar zouden wij ze een beetje kunnen opvoeden, ik zal het zo zeggen, rond alcohol, wat het allemaal doet, denk ik dat ook veel mensen er anders naar zouden kijken. Maar ja, we doen dat momenteel niet, hè, dus... Dus daar is het wel nog wat werk aan. Maar ja, ik zie wel... ik denk dat de nieuwe generatie, jullie generatie, wel zo wat bewuster nog met alles gaat omgaan. Maar ja, misschien ook niet. Hè. En uit die boeken en zo, op welke manier haalt je daar dan zelf eigenlijk kracht uit? Versterkt dat je eigen proces van bewustwording en zo? Of op welke manier geeft dat je jezelf kracht? De boeken die ik schrijf? Ja, en de lezing en zo, gewoon het feit van bewustwording. Ja, maar zeker in het begin, als ik in het begin stopte met drinken, waren die lezingen geven ook een vorm om sterker te worden, om naar kracht uit te halen. Maar nu doe ik dat gewoon omdat ik echt de mensheid iets wil bijbrengen. En omdat ik mensen wil inspireren ergens, om ook te tonen dat je anders kunt leven. Ja, die boeken zijn eigenlijk altijd blogs dat ik online zet, dat ik dan samenvat en dat ik daar een boek van schrijf. Maar ik deel die ook, ik deel heel veel boeken ook uit. En ja, het is gewoon om mensen zo, ja, om aan te zetten, om na te denken, om het misschien anders te doen. Ik weet dat heel veel mensen die drinken problemen hebben met hun gezin. Ja, ik ben een papa die niet drinkt. Maar ik weet, zou ik een papa zijn die wel drinkt, ja, zou ik het wel moeilijk hebben om mijn dochter op te voeden. Dat weet ik gewoon. Dus ik ben zo... aantonen van, ja, kijk, dat kan je helpen. En bijvoorbeeld nu, ik heb heel lang heel veel gedeeld rond alcohol. Ik ben sinds 3 jaar heel veel met geloof bezig. Hè. We zijn christenen ondertussen. En ik deel daar ook veel over God, over Jezus, wat dat hij gedaan heeft in ons leven, hoe dat we hem kunnen leren ervaren, hoe dat we hem kunnen leren kennen. En hij staat aan mensen voorop, staat aan mensen niet voorop. Maar ik weet dat God in mijn leven gigantisch veel heeft gedaan. Ik heb als het ware God leren kennen 3 jaar geleden door te beseffen dat hij de controle heeft en ik niet zelf als mens. En ja, dat heeft mij zoveel gegeven in het leven dat ik ergens een zotte innerlijke rust en vrede heb. En ik deel dat en ik zet die blogs online, ik zet die video's online. En het mensen die voorstander zijn, mensen die dat niet wijs vinden. En, maar dat is, ja, ik deel dat gewoon omdat ik ergens ook mensen... wil helpen om dichter naar zichzelf te gaan of om dichter naar God te gaan. Dus daarom deel ik dat gewoon allemaal met de hoop dat mensen... Er zijn heel veel mensen die zoeken, zijn heel veel mensen die zich niet goed voelen. Ook heel veel mensen die veel drinken, die zeggen, ik voel mij goed. Dat is niet waar. We voelen je niet goed, want anders zou je dat niet doen. En ja, ik wil gewoon zo handvaten uitreiken om te zijn en te tonen van, kijk, ja, je kunt het anders doen in het leven. En, maar bon, elk mens beslist dat zelf. Hè. We hebben vrije wil gekregen, hè, van God om te beslissen wat we zelf willen doen. Nee. Willen we onszelf de verdoemenis inbrengen? Dat is ook een keuze. Mensen zijn ook, ja, ook zo met God en met alcohol, als je zelf van, ja, je moet dat niet opleggen, wat we moeten doen. Maar opleggen, ik deel mijn ervaring. En mensen voelen dat aan als, ja, je wilt ons indoctrineren, maar vroeger had ik al op mijn Facebook mensen die dronken. Dus ik deel, ja, ik drink niet meer. En mensen, ja, moet daarmee stoppen en maar, okay, ik deel mijn ervaring. Als je dat niet wilt zien, ja, ontvriend mij. Of ga gewoon ergens anders. Of, je mocht toch nog altijd je mening. Je ervaring delen. Maar heel veel mensen zijn er lastig mee. Maar ik snap het, hè, omdat, als ik weet niet of ik drink, of ik weet niet of ik dronk, en er is één die mensen, ik drink niet, ik voel mij veel beter. Maar ik zou hem kletsen geven. Ik zou iets zijn van gast, vertrek hier, hè. En je zegt dat die religie je nu een nieuwe innerlijke rust geeft. En dat op zich wel interessant, omdat je hebt gezegd van gedronk omdat je iets miste van veiligheid. En nu dat je al 9 jaar eigenlijk niks meer hebt van roesmiddelen zoals alcohol of drugs. Kun je denk je spreken over religie als opvulling van die alcoholverslaving, die alcohol die je rust gaf en nu die religie dan? Ja, maar God zegt eigenlijk ook ergens in een van zijn versen is, allen die vermoeid zijn en last hebben, kom tot mij en ik zal u rust geven. En ik vind dat een vrees schoon, maar voor mij, wat is er eigenlijk gebeurd toen ik God al leer ken? Als ik kijk in de eerste 6 jaar van mijn nuchter leven, wou ik alles nog controleren. Ik wou de dingen onder controle, ik ga dat veranderen en dat veranderen en dat en dat en dat.
En eigenlijk, na de laatste, dus eigenlijk, in de eerste jaren zeg ik ook, als je leegd hebt, moet je dat opvullen. Je hebt geen knuffels gehad in je leven, ja, je moet weer knuffelen met andere mensen. Maar je kunt de leegte niet meer opvullen, een leegtijd verleden kun je niet opvullen met momenteel dingen te doen. Wat mijn filosofie nu is, sinds 3 jaar, is de leegte die je hebt ervaren, moet je leren aanvaren. En dat is een vrij groot verschil. Want God geeft in ons leven wat we nodig hebben, maar wij hebben zoiets, God geeft ons bijvoorbeeld dat, maar wij hebben zoiets van, nee, ik wil dat doen. En we gaan dat veranderen en manipuleren. En ik heb geleerd in mijn leven, oké, God heeft alles in mijn leven gedaan, en ik heb de zaken die moeilijk waren, ik heb dat leren aanvaarden. Ik had een alcoholprobleem. Mensen zeiden dat in mij, het probleem, ik heb geen probleem. En op het moment dat ik dat aanvaard heb, ah ja, ik heb een probleem, dan heb ik dat ook ergens kunnen loslaten. En dat is eigenlijk een groot verschil in de mensen die ik ook begeleid. Stel bijvoorbeeld, er is iets gebeurd, zijn misbruikt door uw vader, of uw speedniveau, of een kindermishandeling, of een scheiding. Heel veel mensen blijven kwaad en kwaad en let op, hè. Dat is niet makkelijk, maar ergens moeten we leren aanvaren wat er gebeurd is. Hoe moeilijk dat ook is, maar dat is ook net het interessante. Hè. God heeft de wereld geschapen en zonde is in de wereld gekomen. Er is zonde in de wereld gekomen en daarom, de meeste mensen zijn zondig. Hoeveel mensen hebben u niet al teleursteld? Hoeveel mensen hebben u niet al pijn gedaan? Hoeveel mensen hebben u niet al gekwetst? Dat is omdat wij als mensen gewoon zondig zijn. Wij doen ons best, maar wij doen elkaar gewoon pijn. En ik heb dat leren aanvaren. En dat is een vrij groot verschil, want je kunt blijven in die kwaadheid zitten. Bijvoorbeeld, ik verwacht van mijn moeder dat ze mij knuffelt. Ik heb dat jarenlang verwacht, maar ze kan dat niet. Dat gaat niet. Dus ik heb altijd zo, nee, ze moet dat, ze moet mij knuffelen, ze moet en dat proberen veranderen. En ik heb op een bepaald moment dat gewoon aanvaard van, kijk, ze kan dat niet. Maar dat is een gans proces, dat is niet zo van 1, 2, 3. En dus, hey, God heeft mij ergens geholpen om te leren aanvaren dat op ons, wat dat we op ons pad krijgen, dat zo moet zijn. Bijvoorbeeld is corona momenteel. En je kunt er veel weerstand op hebben van, oh nee, en het gaat van alles gebeuren, of ik weet niet wat. Maar ergens geloof ik van, ja, God laat dat toe, dus het is tegen dat het zo moet zijn. Snap je? Dus je kunt er kwaad over worden, of dat, of... Maar ik probeer gewoon, oké, het is zo, we zien de realiteit en we proberen dat te aanvaarden. En wij weten ook niet wat dat God zijn plan is. En dat vind ik ook een interessant. Het gebeurt een ding. En het is zo... Kijk, ons huis staat bijvoorbeeld al 1,5 jaar te koop in Brugge, omdat we daar niet willen blijven. Maar het gaat niet onmiddellijk verkocht of zo. En je kunt daarover bij een flip, nou nee, dat moet wel. Nee. Maar ik heb zoiets van, ja, tegen dat niet verkocht. Nou ja, misschien moet het niet verkocht. Misschien is het nog niet een goed moment. Misschien moet de koper nog komen. En... Maar ik blijf gewoon rustig. Het is niet zo van, oh, ik ben te flip. Nee, we zien wel. Misschien moet het niet verkocht worden, misschien wel. Maar ja, je kunt... wij hebben, kijk, de grootste illusie, en dat is ook heel interessant, dat heel corona gebeurt. Wij als mensen hebben de illusie dat wij denken dat wij het leven onder controle hebben. Wat is er nu? We zijn een maatschappij aan het creëren op gigantisch veel angst. Me niet besmet. Nee, ik ga doen. Oh, nee. Snap je? Weet wel, je moet gewoon elkaar besmetten. Gewoon, hup, je besmet elkaar, gelijk een ander virus. En er zijn mensen die ervan gaan sterven. Dat is zo, dat is de mensen gaan sterven. Wij zijn aan... ja, vroeg of laat gaan mensen sterven. Wij denken zo, oh nee, we gaan alles uitstellen om te sterven. Maar wij moeten als mensen leren omgaan met de dood. En dat is ook, als je in God gelooft... En Jezus, die op de wereld is gekomen 2000 jaar geleden, om onze zonden weg te pakken, door te boeten voor onze zonden, als je dat weet, als je dat aanvaardt, dan kun je naar de hemel gaan. He? Ik geloof daarin. He? Er zijn veel mensen die daar niet in geloven. Maar voor mij, het leven hier, dat is de max. Ik amuseer mij. Maar het is ook een eeuwig leven. En als je natuurlijk daar niet in gelooft, of als religie niet in je leven is, ja, dan heb je enkel dit leven. En doe er alles aan om dat zo goed mogelijk vast te houden. Maar er is ook een zegde in de Bijbel, en dat is, verzamel geen schatten op aarde. Heel veel mensen doen dat, ze willen alles, oh ja, en nice en dat. Maar je moet geen schatten verzamelen op aarde. Want ik geloof dat je eeuwig leven kunt hebben. Dus voor mij biedt dat perspectief, maar voor heel mensen die niet gelovig zijn, of atheïsten, of ik weet niet wat, die hebben misschien geen... Allee, snap je? Ik ben ook niet angst. Ik zeg vaak aan mensen, ik kijk er naar uit om te sterven. Ik meen dat. Ik kijk er naar uit omdat ik God ga ontmoeten. Ik vind dat fenomenaal. Oké, maar dat is niet dat ik morgen wil sterven. Hè, want ik heb een schone vrouw, ik heb een schone dochter en ik amuseer mij.
Maar dat is zo, ik ben er niet bang van. En ik snap het, maar heel veel mensen met corona, dat is angst. Oh, ik ga niet besmet. Ah, we moeten allemaal mondmaskers dragen. Weet je dat ik zelf geen hoesting meer om de trein te pakken? Omdat je mond... Allee, wat zijn we eigenlijk mee bezig? In plaats van gewoon een keer normaal te doen. En ja, we hebben... Dat is de grootste illusie van mensen, is dat ze dingen onder controle hebben. En ik heb beseft 3 jaar geleden, hè, we hebben 0,0 onder controle. En kunt je alles hebben in je leven. En zijn dat. En kan één ding gebeuren, bijvoorbeeld de corona, en het hele leven kan op zijn kop staan. Echt. Hele leven kan... Ik zie mijn dochter supergraag, maar ik ben er bewust van dat iets kan gebeuren, maar... Ik zie mijn vrouw supergraag, maar ik ben bewust dat iets kan gebeuren, maar... Wij wonen momenteel bij mijn opa, omdat hij niet meer zo goed is. Hij is 93 jaar. Maar ja, het gaat niet meer supergoed met hem. En ja, ik ben er ook bewust van dat hij niet meer kawak wordt een dag. Snap je? Dus ik ben ermee bezig. Ik denk erover na. We moeten realistisch zijn. Maar hij is wel gelovig en hij gelooft dat Jezus gaat naar de hemel gaan. Dus ik ben content. Maar snap je? Dus elke dag kan je leven veranderen. En mensen staan er niet bij stil. Ze zijn zo gefixeerd op veel werken, veel dat, hun controle, dat. Maar wij niets van controle. Nul. Ja. Ik vind het wel goed dat je dat zegt, dat dus, ja, die religie nu dingen heeft laten accepteren en zo. En ook vooral dan het feit van zonde en dat elke mens zondig is. Vraag je af, beschouwt je alcoholverslaving en de dingen die je hebt gedaan als een zonde? Maar ja, maar dat is iets wat ik nu ga zeggen. Er zijn gigantisch veel mensen het heel lastig mee. Maar elke mens is een zondaar. Liegen is een zonde. Elke mens liegt af en toe. Bijvoorbeeld alcohol drinken is een zonde. Eigenlijk de wetten van de geboden is, je mag geen afgoden hebben. Dus je mag niets boven God zetten. Dat is de eerste wet. En ja, alcohol was voor mij een afgod. Dat was, ik zet alcohol boven God, omdat alcohol was mijn leven voor mij. Gelijk dat dat voor veel mensen misschien werken is. En dat is ook zo. Ik heb ook, ik lieg soms zo weinig mogelijk, maar elke mens is een zondaar. En dat is zo interessant. Jezus, die uit de heilige maagd Maria is gekomen, dat was de enigste perfecte mens die ooit is geweest op de wereld. Jezus was de perfecte mens, omdat de zonde wordt doorgegeven door de geboortes en al, omdat bij Adam en Eva is fout gelopen. Maar Jezus was dus perfect. En wat mij heel veel rust geeft in het leven, hoe jammer dat ook is voor Jezus. Maar dus hij was perfect en ze hebben hem aan het kruis genageld. Moet dat goed voorstellen, hè? Hoe slecht dat mensen eigenlijk zijn. Dus die mens was perfect, niets verkeerd gedaan. En ze hebben gezegd, ja, die mens, we gaan hem de zwaarste dood geven. We gaan hem aan het kruis hangen. En dat is ook zo, wij als mens, wij doen elkaar veel pijn. En doordat ik dat ook besef, doordat ik dat ook weet, kan ik ook veel beter met veel zaken omgaan. Omdat veel mensen hebben mij teleursteld in mijn leven. Maar ik heb ook al veel mensen teleursteld. En als mensen mij teleurstelden, dan had je iets van, nee, dat is toch niet normaal. En nu, hè, eerlijk gezegd, ik verwacht vroeg of laat dat mensen mij teleurstellen. En dat is niet dat ik daar depressief van word, maar dat is gewoon, ik ben een realist in. Ik help soms mensen om te stoppen met drinken. Ze zijn 1 jaar nuchter, 2 jaar nuchter, ze zijn super content. Ze hervallen en ik krijg een bericht dat niet zo fijn is. En vroeger kon je daar van de kaart van zijn, oh nee, ik heb dat niet goed gedaan. En nu weet ik van, ja, mensen zijn eenmaal zondig. En er gaan sowieso al mensen in hun leven die je pijn gedaan hebben. Maar daar gaat het om. Ik had eergisteren een video online gezet met een vrouw dat ik had geïnterviewd. En dat was, kies je voor vergif alcohol of voor vergiffenis? En dat is iets waar ik heel veel mee bezig ben. Is ik, in de Bijbel staat ook, bid voor uw vijanden. Dus bid voor de mensen die u haten. Dat is interessant. De meeste mensen doen dat niet, maar ik doe dat wel. Als mensen mij pijn doen, ik bid echt voor die mensen. Oké, ik hoop dat ze je ooit mogen leren kennen, God. En voilà, dat ze misschien vroeg of laat je leren kennen, dat ze misschien anders doen in het leven. En dat is zo, ik heb heel veel mensen vergeven. Ik heb mijzelf ook vergeven. In het begin van het interview stelde mij de vraag van, ja, als je alcohol dronken, heb je daar spijt van? Ik krijg dingen gedaan die niet echt oké zijn. Ik heb heel veel mensen uitgemaakt als ik zat was. Ik heb mensen pijn gedaan. Maar boom, ik was ook overvallen door die alcohol. Hè. Ze zeggen, alcohol is de duivel. Trouwens, er bestaat duivel, hè. Letterlijk, duivel, duivel. Mensen drinken dat, worden duivels. Hè. En dat is de duivel die mij als het ware overnam. En dat was ik ook niet. Dus ik heb mijn eigen daar ook voor proberen vergeven. En kun je eigenlijk ook niet blijven
pijn doen. Oké, okay? Van, ja, ik heb dat gedaan, ik heb dat... Nee, oké, je hebt dat gedaan, leer dat aanvaren en het is nu wat het is en probeer verder te gaan. Maar ik zei het dat je over God en religie, maar ik ben er al heel lang mee bezig, maar ik deel daar sinds een jaar veel dingen over. Maar ja, veel mensen vinden dat ook lastig als ik daarover babbel, maar mij heeft dat enorm veel gegeven. Maar de beste beslissing blijft in mijn leven, stop met drinken. Het is een hans proces geweest. En ik zei het, sinds 3 jaar voel ik me echt zo. Alleen zo. En ik met mijn vrouw ook. We hebben soms zo ruzie en zo. En vroeger, als ik in relaties was, ik kon daar volledig van beginnen flip om nee. En ze gaan mij verlaten. Het is dat. Maar nu, we hebben soms discussies. En het is wel, ja, het is wat het is. En morgen is dat wel leuk. Of overmorgen. Of ze zien hoe groot dat de discussie is. Maar snap, het is niet meer dat ik zo volledig van de kaart kan zijn. Juist al met corona. Vind je dat plezant? Nee, want mijn job bestaat voornamelijk uit lezingen geven. En alle lezingen waren weggevallen. Ja, dat is ook voor mij een groot deel van mijn inkomen. En ja, vind je dat niet wijs? Maar ja, ja, het is wat het is. Hè. Je kunt er niet veel aan doen. Het is teken dat ze moet zijn. Hè. Dus, voilà. Dus ongeacht of je het accepteert en aanvaard hebt, dan beschouwt je op zich je verleden met je alcoholverslaving wel als een zonde. Of niet? Ja, maar dat was, hè. Omdat alcohol... Zet ik op de eerste plaats en niet God, dus dat is de zonde. Maar wij zonden als mensen heel de tijd. Hey, bijvoorbeeld als je in een relatie bent en je kijkt dan met begeerige ogen naar een andere vrouw of partner, is dat ook al een zonde. Snap je? Dus elk mens is constant ergens aan het zonden. Dus nu zet je geloof wel boven, boven die alcohol. Ik vraag me af een bekende uitspraak is, religie is de opium van het volk. Vraag me dan af of je religie ook als een nieuwe verslaving zou kunnen zien, een positieve verslaving dan wel. Ja, maar dat is iets dat ook veel mensen zeggen, van ja, je bent nu verslaafd aan je geloof. Maar ja, ik zie dat zo niet. Hè. Heel veel mensen hebben een probleem met de Bijbel, omdat dat gebruikt is door de katholieke kerk, om mensen te onderdrukken en in angst te houden. Maar dat is niet de intentie van de Bijbel. Dat is ook iets dat veel mensen, ja, de katholiek, maar wij gaan niet naar katholiek, wij gaan naar een protestantse kerk en dat is anders. Ja, ja, ja. En de Bijbel op zich staan heel veel wijsheden in, bijvoorbeeld in spreuken of in psalmen, super veel wijsheden. En de intentie van de Bijbel in het Nieuwe Testament is goed nieuws. En wij als mensen zijn zondaars en Jezus komen om de zonde op zich te nemen, om te boeten voor onze zonde, dat wij vrij zijn en dat we verlost zijn. En heel veel mensen zeggen, ja, elk mens heeft Jezus nodig. Elk mens heeft Jezus nodig. Dus, en mensen zeggen, ja, maar ik vind dat niet. En dan is dat, ja... Als ik een boete krijg, ik ben er ook niet... Oh, ik vind dat ik die boete niet moet ontvangen. Maar de boete is zo. Dus dat, allee, een mening is soms iets anders dan een feit. Maar bon. Voor mij... Ik voel dat niet aan als verslaving. Omdat ook... Ik heb vaak zoiets als ik zeg, ja, verslaving... Dat was zo... Als ik verslaafd was aan alcohol, voel ik mij heel vaak heel slecht. Ja. Snap je? En dat heb ik bijvoorbeeld totaal niet met een Bijbel of met geloof. Trouwens, het is pas ook de laatste 100-150 jaar dat het humanisme, dus de ik centraal staat. De eerste 1850 jaar na Christus was vooral God centraal. En nu is dat het ik. Ik heb zo'n heel interessante zin dat ik vaak zeg aan mensen. Zeggen, ja, wat wil ik van het leven en wat wil ik van het leven? Of kun je ook de vraag stellen, wat wil het leven van u? Dus dat is, de ik sta heel enorm centraal in mijn leven. Was ook alcohol drinken en ik beslis en ik doe dat. Maar daar gaat het niet om. Maar ik snap wel dat het zijn. En dat is iets dat veel mensen zeggen, ja, is dat je niet verstaan. Maar eens dat je bijvoorbeeld de Bijbel leest en je snapt de boodschap van het Nieuwe Testament, ga je ook voelen, oké, nu snap ik het. Maar ik snap dat het ook vrij moeilijk is, want voor mij is het ook een hans proces geweest om dat te begrijpen. Ja, ja, ja. Ik ben er enorm mee bezig geweest. En ja... Dus ik vind dat voor mij, ik vind dat geen verslaving. Ik vind dat gewoon super interessant om daarmee bezig te zijn. En ja, dat geeft mij veel rust. En ik denk dan dat geloof wel iets is dat je verslaving heeft vervangen in zekere zin. Omdat je dus eigenlijk wel iets miste dan nadien in je leven. Je miste iets wat je veiligheid gaf of een vals gevoel van veiligheid. Toch? Denk je dan, het is dan geen verslaving, maar wel iets dat die verslaving kan vervangen in een zekere zin? Ja, maar voor mij, ik vind het woord verslaving, dat is zo... Ik vind dat een negatief... Als een verslaving vervangen door verlangen. Een verlangen naar alcohol en een verlangen naar geloof. Ja, dat is misschien een mooi woord, maar verslaving vind ik zo negatief van, ja, het te verlangen. Maar dat is ook zo, eens dat je God leert kennen, het verlangen om hem beter te leren kennen. Maar dat is
Ja, mijn vrouw ook. Ik vind mijn vrouw een interessante vrouw. Ja, ben ik verslaafd aan mijn vrouw? Nee, maar ik verlang er wel naar om die beter te leren kennen. Onze dochter vandaag, 16 maanden, heeft voor de eerste keer pipi gedaan op een potje. Gewoon, ze doet haar pampram en ze doet pipi op een potje. Ja, dat is, ik ben niet verslaafd aan mijn dochter van dat, maar dat is een verlangen om haar te zien opgroeien. En dat is ook niet slecht. En ja, ik ervaar dat en ik zie dat als iets heel positiefs. Let op, ik heb gisteren een bericht gehad van iemand van ja, ik wil u helpen met uw verslaving van het geloof af te helpen. En je hebt niemand nodig. Maar we zijn zondaars en we hebben wel Jezus nodig. En dat is iets, let op hè. Ik heb een jaar geleden met Jezus begonnen. Hè. 3 jaar geleden God leer kennen, maar een jaar geleden heb ik iedere dag gelezen over Jezus, omdat ik dat niet goed snapte. En toen mijn vrouw dat zei tegen mij, een jaar geleden, ja, hij zei een zondaar. Ik zei, wauw, zondaar, hij is zelf een zondaar. En kijk, ik geen probleem en ik ben goed bezig. En ik kon zo kwaad worden erover, maar omdat ik het niet snapte. En door zo mee te lezen, ben ik dat ja, veel beter gaan begrijpen, dat we inderdaad wel zondig zijn. En allee, ook, ik had zoiets van, oké, we gingen naar de kerk en die een dominee vertelde dat, hij zei zondig. En dan had ik zoiets van, oké. Dan in Nederland hebben nog veel kerken. En wat ik begon te merken, het is daarom dat ik er nu van overtuigd ben dat de waarheid is, het, denk ik op YouTube, 1000 verschillende mensen die hetzelfde zijn. Echt zo. Dus om duur uit zoiets van, ah, oké, het zal waarschijnlijk wel waar zijn. Snap je? Bij tweede, derde, vierde, maar we gingen naar verschillende kerken, naar verschillende dingen, met pastoors hier en daar, we beginnen te babbelen. En ja, ze zijn allemaal hetzelfde, dus het zal wel ergens waar zijn. Hè? Dus, maar ik voel dat niet aan als verslaving, omdat het is verlangen. Hè? God ook, religie, het gaat eigenlijk om een relatie hebben met God. Voor mij ook religie, dat is ook zo inderdaad. Ja, we gaan de bevolking onderdrukken. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat echt een Bijbel niet om. En dat is iets dat heel veel mensen ja, kwaad over worden. Van, nee, ik snap dat niet, heel religieus. Hè. Maar ik zei, ja, de Bijbel is super interessant. En mensen, ja. Maar dat is ook vaak mensen die dat niet volledig gelezen hebben. Ik heb nu de Bijbel bijna volledig gelezen. Ja, wel het Nieuwe Testament volledig gelezen, maar... ja... moet daarmee bezig zijn, ja. Maar in die zin heeft u wel leren omgaan met uw alcoholverleden, maar dan nadat je er al van af waart gegaan? Ja, het was eigenlijk bij mij... ik ben gestopt met drinken en ik was vrij snel overtuigd dat ik nooit meer ging drinken. Op zich had religie daar niet veel mee te maken. Ja. Maar ik ben wel na mijn alcoholverslaving op zoek gegaan naar innerlijke rust. En dat heb ik niet gevonden zonder God. Ja. Dat is ook, als mensen alcohol drinken, is dat niet dat zij alcohol willen. Dat is heel vaak, mensen zoeken rust. Let op, het zijn ook veel mensen die stoppen met drinken en dan zelf mogen plegen. Hè? Omdat ze die rust niet vinden. En ik heb jarenlang ik heb veel therapie gedaan, van alles heb ik gedaan. Maar er is niemand buiten God die mij die rust heeft gegeven. Dus ja, ik weet dat ik er misschien een herhaling van, maar dat is gewoon zo. Nee, dus, ja. En ja, en mensen zeggen dan, ja, ik ben niet geloven en dan zeg ik, ja, geen probleem, doe hem maar verder. Maar kun je rust zijn? Ik heb heel veel mensen die mediteren, iedere dag mediteren. Oké, misschien zijn ze wel even rustig, maar ja, is dat echter? Allee, is dat... Maar ik ben enthousiast ook als ik babbel, maar ik kan dat ook niet uitleggen. Ik kijk in mijn leven naar mijn eerste 6 jaar en mijn ouders weten dat. Ik had ook toen nog vaak ups en downs, ook momenten dat ik mijn leven niet meer zag zitten, dat ik zelf mocht wat plegen. Mm-hmm. Omdat het te zwaar was, te stressie, te moeilijk. Maar de laatste 3 jaar heb ik dat niet meer gehad, 0,0. Ook al hebben wij al met mijn vrouw een moeilijk moment gehad, dat was nooit zo van, nou, ik zie mijn eten, het was gewoon, ja, oké. We zien wel, kom maar goed, moet dat wat vertrouwen hebben, moet dat wat tijd geven. Ook, allee, niet enkel met mijn vrouw, maar ook met onze dochter. We zijn thuis bevallen, mensen begonnen te flippen, gaat dat toch niet doen, het is gewoon niet gevaarlijk. We zien wel, kom maar goed, vertrouwen hebben. Met mijn job ook, ik had even wat minder werk. Dat was even een beetje zoeken van, ik verdien hier bijna niets meer. Maar ik zei, ja, moet dat wat tijd geven, vertrouwen, kom maar goed. Ja, en zo komt dat meestal wel goed, ja. Oké, dan denk ik dat ik wel te begrepen over dat religie geen verslaving is, maar dat dat wel helpt naar een innerlijke rust die je daarvoor niet had. Ja, dat is waar. En dan denk je dat we bij deze kunnen afronden, tenzij jij nog iets wilt zeggen of nog iets wilt toevoegen? Nee, ik vond het heel mooi ergens gezegd van die verslaving, dat het eigenlijk een verlangen is. Ik vind dat is iets dat ik ga meepakken in mijn leven. Zo, het is inderdaad een verlangen. Dus voor de rest, ik vond
vond zij super interessant ook over het opvoeden, want dat is vaak heel veel krijg van ja, wat ga je doen als je dochter ooit drinkt? Ik heb er ook al video's van opgenomen en ik zei altijd aan mensen, kijk, binnen 16 jaar zal ik jullie het antwoord, of binnen 18 jaar zal ik jullie het antwoord echt kunnen geven. Maar ik denk dat informatie, veel nadenken, dat allemaal wel heel interessant kan zijn over alcohol, maar ook over het leven. Oké, heel erg bedankt om tijd vrij te maken om met mij samen te zitten over dit boeiende onderwerp. Voilà, het is goed. Met plezier, met plezier.